1 september 1976, toen begon Omroep Brabant met de allereerste radio-uitzending. Toen bestonden we. Dat was één radio-uitzending vanuit een oude kerk in Eindhoven. Met een redactie van 20 mensen maakten we dat. En inmiddels zijn we natuurlijk veel verder. Doen we radio, televisie, internet, Facebook, Instagram. Je kan het zo gek niet bedenken. Daar waar het nieuws is, daar brengen we het. Hoe we het kunnen brengen, als we het nieuws maar brengen. Nou, onze redactie inmiddels is veel groter geworden. Het is nog maar een fractie van de mensen die we hebben. En je hoort al, er wordt hier gewerkt. Er wordt hier nieuws nagejaagd. Wat er in Brabant gebeurt, willen wij brengen. En dat doen we dus via die verschillende kanalen. Nou, hier is de productieafdeling. Daar wordt van alles geregeld. Hier hebben we onze televisieafdeling. De presentator zit daar de teksten te schrijven. Er wordt nog volop gemonteerd. En hier wordt bepaald, dit is het centrale blok. Televisie, radio, internet. Onze dagchef, die houdt alles in de gaten. Wat moet op welk medium verteld worden? Want op Facebook doe je iets anders dan dat je op televisie doet. Op radio weer wat anders dan op Snapchat, et cetera, et cetera. Nou, internet is heel belangrijk. Alles wat wij doen, publiceren we zo snel mogelijk op internet. Want we zijn een nieuwszender en nieuws gebeurt nu. Dus dat wordt hier allemaal gedaan. Als we filmpjes hebben, worden die bij de berichten gehangen. Want dat is het mooie van ons. Wij kunnen alles en we laten alles zien. En we begonnen klein. Inmiddels zijn we hartstikke groot geworden. En dat willen we graag nog even blijven. Zodat we iedereen het nieuws kunnen brengen. Daar waar het is. 24 uur per dag.